Sander, hoe lekker is deze? <laughs> ja, ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. De eerste helft konden er nog redelijk mee, maar de tweede helft, ja, uh, nou, echt kastje gespeeld volgens mij. Ah, en dan weggespeeld? Ja, nou, ja, ik denk dat we één helft zo weggespeeld zijn. Dat was tegen Twente, eerste helft. En nu de tweede helft. Uh, ja, ik, wat ik zeg, ik kan nog steeds niet geloven dat we hier een punt hebben uitgehaald. Ja, Des te mooier. Ja, zeker. We kunnen al elk puntje goed gebruiken. En uh, als je naar deze wedstrijd hebt gekeken, dan is het gewoon echt een bonuspunt. Uh, de eerste helft speelden zij ook al wel goed, vond ik. Maar de tweede helft vond ik een, uh, ja echt van een heel hoog niveau. Uh, en wij stonden, wij stonden erbij en keken naar. Nou, je wilde wel druk op de bal zetten. En je wilde wel ballen veroveren. Maar ik was elke keer een stapje te laat. En hun buitenspelers goed naar binnen spelen. En dan weer overlappen. En, ja, ze speelden echt heel erg goed. Wedstrijd van de invallers. Ja, uiteindelijk wel. Hè. Bij hun uh, uh, gouden wissels volgens mij twee, uh, twee keer. En bij ons Leon ook. En, ja, ik denk dat het voor ons wel heel lekker is dat hij, uh, dat hij die goal heeft gemaakt nu. Want uh, dat zal voor hem een opluchting zijn en voor iedereen. En uh, iedereen gunnen het hem ook ontzettend. En uh, hij is lekker van die nul af. En dat, uh, ik denk dat dat ook wel een heel mooi punt van vanavond is. Is de stap naar de volgende wedstrijd nu makkelijker? Nou ja, het is natuurlijk wel een lekker puntje. Rode moet natuurlijk morgen eerst maar weer zien dat ze winnen. En anders stijgen we gewoon weer een plekje als Excelsior en ADO ook niet winnen. Dus dan hebben we gewoon goede zaken gedaan. En volgens mij had de rest ook best wel een lastig programma. En ik denk dat iedereen op de totale hier ook al een eentje had ingevuld. Dus ja, dan kun je gewoon lekker achterover zitten en naar de andere wedstrijden gaan kijken. En dan krijgen we nu PSV. Uh, ja. Uh, dat zal een, eenzelfde wedstrijd als deze zijn: hè? Dat, je, dat je gewoon bonuspunten moet gaan pakken. Maar uh, ja, het is gewoon mogelijk in een helemaal eigen huis. Op dezelfde manier benaderen als de thuiswedstrijd tegen Feyenoord? Ja, dat is wel de bedoeling. Dat wilden we eigenlijk vandaag ook, maar dat, dat werkte vandaag niet zo goed. Maar uh, ja, dat, dat, dat moet wel onze kracht zijn. Dat we, dat we vanuit de gesloten organisatie eigenlijk heel snel gaan counteren met Sinjo en, uh, en uh, Elvis. En Sam, die ook wel de, de ruimtes achter de verdediging weten te bespelen. Dus dat moet wel ons, ons, ons plan zijn. Uh, maar dan moeten we dat wel even wat beter uitvoeren dan vandaag. Al, al was de wilde wel, maar uh, de heer Veen het ook gewoon heel goed. Dankjewel.